In Spoorwijk was donderdagavond veel politie aanwezig vanwege een brandje rond de Alberdingk-Tijmstraat. Een ton, stukken hout en andere dingen waren in brand gestoken. Rond 11 uur 's avonds kreeg de brandweer een melding van een buitenbrand. De ME werd ingezet zodat de brandweer veilig zijn werk kon doen. Volgens nieuwswebsite Regio 15 rende de groep mensen rond het vreugdevuur de wijk in. De politie laat weten dat er niemand is opgepakt. De overname van ADO Den Haag zou zomaar binnen 1,5 maand rond kunnen zijn. De club, die nu nog in handen is van het Chinese bedrijf United Vanson Sports, heeft vanaf dat moment het in Spanje gevestigde Globellen Voetbal Holdings als nieuwe eigenaar. De Spanjaarden zijn zelfs al bezig met de voorbereidingen. We liggen op koers, bevestigt herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger. Maar pas als de rechter en de KNVB hun goedkeuring hebben gegeven, is Reiziger er daadwerkelijk gerust op.